Het uitvoerend bestuur van het Internationaal Monetair Fonds, IMF, heeft toestemming gegeven om ongeveer 56,4 miljoen US-dollar direct over te maken naar Suriname. Dit in verband met de goedkeuring van het financiële steunprogramma aan Suriname. De regering heeft de felicitaties uitgebracht aan de Surinaamse samenleving. De onderhandelaar en econoom voor Suriname bij IMF, Karel Eckhorst, vertelde het volgende in een videogesprek met de communicatiedienst Suriname. Als je kijkt naar het programma dat vandaag is goedgekeurd binnen de uitvoerende raad van bestuur van het IMF, dan zal je zien, men praat over 28 structural benchmarks. Dat zijn 28 maatregelen die te maken hebben met herstructureren van de Surinaamse economie, zowel het overheidsfinancieel gedeelte als het monetair gedeelte. Dan zal je zien dat die te maken hebben met dat wat scheef ging, proberen recht te trekken. En natuurlijk, ik onderschrijf alles dat de mensen die u interviewt op straat, ik onderschrijf alles dat ze hebben aangehaald, dat dat pijnlijk is. En waarom is het pijnlijk? Omdat we al die tijd met die scheve economie zaken hebben gegeven aan die bevolking, die we nu met het rechttrekken van die economie moeten verminderen. Eckhorst zegt verder dat de economie niet recht zou worden gekregen als Suriname op hetzelfde been door zou gaan. De goedkeuring van het financiële steunprogramma betekent volgens hem een garantie dat de komende generaties weer een kans wordt geboden dat het goed komt met de staatshuishoudkunde. Eckhorst stelt dat er wat pijnlijke keuzes gemaakt zullen moeten worden, maar onderlijnt dat Suriname na een jaar al uit de beroerde situatie zal komen. De rest van het geld dat de IMF uitkeert zal in fasen beschikbaar komen.